Goedendag en welkom bij de video waarin ik laat zien hoe je artikelgegevens kan publiceren in TS1 DataSource. Tijdens deze video zal ik de volgende punten aan jullie laten zien. Als eerst zal ik laten zien hoe je bij het aanmaken van een artikel direct de dataontvangers kan instellen. Daarna zal ik laten zien dat er drie verschillende manieren zijn om artikelen te publiceren. Je kan publiceren naar één of meerdere GLN's. Je kan publiceren naar een dataontvangergroep. Of je kan publiceren aan de gehele doelmarkt. En als laatste zal ik nog laten zien hoe je gewijzigde artikelen kan publiceren. Als eerst wil ik graag laten zien hoe je bij het aanmaken van een nieuw artikel direct kan aangeven wie je wilt dat uiteindelijk het artikel ontvangt. De eerste optie gebruik je als je het artikel aan meerdere dataontvangers wilt publiceren en als daar in de toekomst bijvoorbeeld ook nog een dataontvanger bij kan komen. Je hebt dan als het artikel straks af is en je gaat publiceren, heb je de keuze om het aan een gehele doelmarkt te publiceren, aan een bepaalde groep dataontvangers of aan één dataontvanger. En dan kun je het dus altijd later nog aanpassen. De tweede optie, niet openbaar. Als je die aanvinkt, dan zie je ook dat je een dataontvanger kan kiezen. En dan maak je het artikel voor één specifieke dataontvanger aan. Je kan dit later niet meer aanpassen. Wat je wel kan doen is een tweede niet openbare versie aanmaken. Dit kan je bijvoorbeeld doen als de startdatum, beschikbaarheid of een ander veld wat normaal gezien voor elke dataontvanger gelijk moet zijn, verschilt. Dus dan kan je twee verschillende versies maken voor twee aparte dataontvangers. Als je deze keuze maakt kun je dit dus ook later niet meer aanpassen. Dus zorg ervoor dat als je het artikel aanmaakt dat je vooraf altijd de juiste keuze maakt. Dan zal ik nu laten zien hoe je een artikel op verschillende manieren kan publiceren. Je opent een artikel door op de GTIN te klikken. Hier rechts onderin, via hiërarchie, kan je zien uit hoeveel niveaus de hiërarchie bestaat. En je hoeft altijd alleen het hoogste niveau in de hiërarchie te publiceren. Dus in dit geval is dat de omdoos. Hierna klik je op publicatie voor vertoning. En vervolgens op het venster achter doelmarkt. Je ziet dat er nu direct twee opties komen om te publiceren. Openbaar en beperkte publicatie. Openbaar houdt in dat je het artikel naar de gehele doelmarkt publiceert. Dus als je dit artikel voor de Nederlandse doelmarkt aanmaakt en je kiest voor openbaar, wordt het artikel naar alle dataontvangers in de Nederlandse doelmarkt gepubliceerd. Belangrijk om te weten is dat data alleen ontvangen wordt door een dataontvanger, als de dataontvanger een abonnement heeft aangemaakt op jouw GLN. Als je wilt dat de data alleen door een bepaalde dataontvanger of een groep dataontvangers wordt ontvangen, dan kies je voor beperkte publicatie. En vervolgens zie je dat je twee opties hebt. Dataontvangers en dataontvangergroep. Bij dataontvanger kan je zelf aangeven naar welke dataontvanger je het artikel wilt publiceren. Dus bijvoorbeeld naar Albert Heijn. Of naar Intergamma, naar een bepaalde zorginstelling. Je kan hier zoveel dataontvangers invoeren als je wilt. En als laatste optie kan je er nog voor kiezen om een dataontvangergroep aan te maken en het artikel naar een bepaalde groep te publiceren. Je kan ervoor kiezen om de data te publiceren naar een bestaande groep die je in het verleden hebt aangemaakt, of je kan direct een nieuwe groep aanmaken door hierop te klikken. Je geeft de groep een naam en vervolgens welke ontvangers je in deze groep wilt plaatsen. Dus bijvoorbeeld Albert Heijn en het programma. En hierna kies je voor opslaan en kan je direct voor de groep kiezen en vervolgens op opslaan klikken. Mocht je het nog willen aanpassen, kies je nog een keer op het venster en geef je aan dat je het bijvoorbeeld openbaar wilt publiceren. Of beperkt naar bepaalde dataontvangers. Voor alle drie de verschillende manieren geldt dat je als laatst rechts onderin op publiceren moet klikken om het artikel daadwerkelijk bij de dataontvanger te krijgen. Zodra het artikel gepubliceerd is, word je automatisch weer naar het tabblad Mijn Artikelen toegewezen en zie je dat het artikel nu gepubliceerd is. De omdoos van het artikel heeft de status gepubliceerd en de basiseenheid heeft de status verzonden. Alleen het hoogste niveau in de hiërarchie krijgt de status gepubliceerd
en alle onderliggende niveaus de status verzonden. En dit betekent dat de GTIN is meegezonden met het hoogste niveau. Dus de hele hiërarchie is nu correct gepubliceerd. Mocht je nou een bestaand artikel willen wijzigen en die willen publiceren, dan kan je dat doen door het artikel te openen. Dus in dit geval bijvoorbeeld de basiseenheid. En vervolgens ga je linksbovenin naar de conceptversie om een aanpassing door te voeren. Je voert de aanpassing door. Bijvoorbeeld de productomschrijving. Vervolgens klik je hier rechts onderin weer op opslaan. En daarna weer op publicatie voor vertoning. Je kan het artikel nu opnieuw publiceren door op publiceren te klikken. Maar mocht je nog een data ontvanger willen toevoegen, dan is dat via deze manier ook mogelijk. En ook hierna klik je weer op publiceren. Ook nu word je weer automatisch teruggeleid naar het Mijn Artikelenoverzicht. En zie je dat het artikel weer de status gepubliceerd en verzonden heeft. Bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je nog meer informatie willen ontvangen, neem dan contact op met onze Customer Support afdeling via het e-mailadres info@gs1.nl of het telefoonnummer 020 511 3888.